Hey yo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Tim. Yep. Yes. En waarom heb ik zo'n lage FPS? Wat is dit? Als je een goede computer hebt, heb je vaak frame drops. Maar ik run 30. Het slaat helemaal nergens op. Nou, maar goed, eens even kijken. Ik record 30 zoals gewoonlijk, maar normaal hoor ik dan zelf iets van 50 te draaien of zo. Nu run ik maar 30. Wat is de story waar we doen? Maar die X-story, dat runt ook wel goed. Ik weet niet wat het mee te maken heeft. Mijn computer zal kuren hebben, denk ik. Oké, goed. Nou, Tim, hoe zit het met de spider spawner? Die is gewoon... daar ben ik gewoon weggegaan, omdat het te gevaarlijk is. Ik heb trouwens een tweede gevonden. Dus we kunnen... Maar die hebben we allemaal wel nodig voor XP, hè? Tenminste, dat... Ja, als we silk... Ik zal hier wel even mijn home zetten. Misschien is dat wel slim. Nee, je kunt ook een warp zetten, volgens mij. Oh, kijk, ja, dan zet ik een warp. Gewoon warp OP cave of zo. I don't know, of zoiets. Ik heb hier hulp nodig, want ik word compleet geassigreed hier. Ik ben fucking level 60 al die meuk. Zet warp. Oh god, ik word beschoten hier. Ga Ronald. Sterf doen. Oh jezus, Tim, help. Ik kan dit niet meer aan, dit. Dit is te hard, dit. Holy shit. Kijk uit! Ik ben weg met die open gear. Ja, stort maar in de chest in het huis of zo. Oh jezus, Tim, help me. Oh, dit kan niet meer. Te veel. Ik heb 20 zombies afgeslacht. Ronald, ik gebruik mijn magic trick. En dat is dan? Oh, ja, oké, okay, is goed, magic. Do you believe in magic? Oh god, ik moet weg hier. Ik kan het niet meer aan dit. Ik moet terug. Dood aan jullie allemaal. Ga allemaal dood. Dood. Allemaal oh nee, half hartje. Oké, goed. Jezus. Nou, ik ga verder met het huis. Zo, dit. Wat is vlot. Vind je het huis, Tim? Ja, ik ben bij het huis. Ja, hoe vind je het? Wow. Het is prachtig, hè? Het is te OP. Het is beautiful, like diamonds in the sky, wat? Wat, vind je het mooi? Het is tijdelijk. Wat heb jij nou weer gemaakt, dan? Dat moest niet, mens. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Ga maar smelten dan. Nou, ik storm in ieder geval, want... Oh ja, nu moet dit even. Dit moet ook even. Shine bright like a diamond. Wel, oké, nou. Berg alles maar op. Je hebt zeker geen obsidian gemijnd, of wel? Nop. Oké, is goed. Kon ik nog niet vinden. Ik berg even die diamonds op. Ja, is goed. Berg jij de diamonds maar op. Dan ga ik wel verder met het huis. Kijk, weet je wat ook best wel goed is? Dit heb ik geleerd om heel erg snel even... Kijk, dit is heel erg slim. Wat is heel slim dan? Wat ik nu ga doen. Maar vind je het prachtig, hè? Het is wonderlijk. Het is wonderlijk, ja. Is het echt wonderlijk, Tim? Vind je het echt? Ja. Echt, er zitten gaten in de blokken en oh, het is zo mooi. Ja, het doet mij erg goed dat je dat tegen mij zegt, hè. Dat vind ik echt heel erg lief. Ik heb er zo hard aan gewerkt. Zo. Maar Tim, heb je nog wat boeiends te melden vandaag, of niet? Ik ben ziek geworden van een griepprik. Dat is nice. Dat is echt heel erg nice. Bedankt, mensen. Bedankt, mensen. Dus even kijken, kun je misschien bezig gaan met een farm of zo? Ja, ik plaats even die iron even laten smelten. Zo. De reden dat ik dit huis maak, jongens, is trouwens dat we in ieder geval snel onderkomen hebben, want ja... Dat is echt nodig. Misschien kunnen we ook wel nog iets doen met een XP farm. Je weet nooit. Je weet wel, zo'n trap. Daar ben ik echt heel erg goed in namelijk. Ja, we moeten al die armor moeten dan uiteindelijk enchanten, hè? Ja, klopt. Daarom kan ik een XP farm gaan maken. Ja, maar ik denk niet dat wij het voor elkaar krijgen om full diamond te krijgen. Maar in ieder geval dan ieder diamond chest plate. Want dat hebben we vooral nodig. Ja, daar hebben we gewoon... Want diamond boots, diamond helm maakt niet zo heel veel verschil. Diamond leggings wel, maar... Het is donker hier zo. Komt alleen nog licht van de... Van het ding. Kijk, weet je wat we hebben een Tim. We hebben een plant. Wie? We hadden een plant. Is even zien, hebben we nog kool dan eigenlijk? Ja. Ja, genoeg. Ik ga even 3 irons pakken. Oh, wacht. Dat hoeft niet eens, maar oké. Oké, goed. Nou, ik ga die meuk oplichten hier, ja? Ik vind het prima. Tim vindt het allemaal prima. Ja, joh. Jij gaat over het huis, dus...
Ik ben hier fucking de huisarchitect, dus ja, GG. Oh ja, even een bucket maken, want ik ga wat water pakken en dan ga ik hier ons farm maken. Waar? Ik heb 3 melon seeds. Ik ga hier gewoon Ja, oké, maak maar naast het huis. Je mag het ook wel daar een beetje bij de haven doen of zo. Haven, what the fuck. Je mag het ook wel een beetje in het begin doen of zo, I don't know. Wil jij dit gewoon ons onderkomen voor altijd maken? Gewoon Tim, een volgens mij, ik heb geleerd, denk ik. Ik heb het ergens gehoord. Dat als je de deuren zo plaatst, zombies je niet in kunnen trappen. Dat moet je eens uitproberen. Ik weet niet of het waar is. Gewoon, dat ga jij er eens in staan. Dan gaan we het uitproberen. Nee, we gaan het niet uitproberen. Dat doen we dan vannacht wel. Yep. Er is hier een creeper trouwens. Oh. Die vindt denk ik ons huisje erg cozy en homie. Oh god, help! Hij komt. Kijk, ik pak hem van achter. Zo. Chop hem dood. Nee, wat doe je gek, mens? Oké. Okay. Ik dacht even, vallen hij doet alles weer teniet wat we hebben gedaan. Nou, ons huis is opgelicht. Oké, dan ga ik bezig met het beveiligingssysteem. Heb jij toevallig nog een schepje? Nee, er zit hier loot in de chest, dus... Dan ga ik even een schepje maken. Wat heb ik nodig eigenlijk? Ik wou dat doen, ja. Hey, dankjewel. Dit is gewoon van de oude Aboriginals, jongens. Het beveiligingssysteem van de oude Aboriginals. Oké. Ja, cactussen. Ja, wat gaat er vooral ook om in deze plek? Dat wil je ook gewoon lol hebben, hè? Ja. Het moet leuk zijn. Wat een kleine poepdesert is dit, hé. Ik had echt niet verwacht dat dit groter zou wezen. Ja, oké, echt, ja. Ons huis is best wel master eigenlijk. Zo'n fucking dirt blok zo. YOLO. Even zien. Oké, nou dan ga ik bezig met ons beveiligingssysteem. Ja. I think something like this, maybe. Tim? Wacht wel even. Ik ben even bezig met ons systeem. Kijk, Tim. Ik ben momenten op voor. Ik moet even dit opplanten. Wat moet je doen dan? Kijk, ik heb die melon seeds, hè? Ja, oké. Dan ga ik wel even... Oh ja, heb jij al een ding dan? Zoeking skills? Heb jij al een bucket dan? Ja, die heb ik al. Beter maken we hier even dichtbij een infinite water source. Ja, maak maar in het huis dan. Eens even kijken. Wil jij iron armor hebben? Hoeft nog niet. Dan breekt het maar zo snel, dus ik doe dat nog niet. Nou, ik maak voor mijzelf wel even een chestplate, als je het niet erg vindt, want dat heb ik wel even nodig. Ik maak wel even een 2 iron swords voor ons. Oké, dat is prima. Daar ben ik het mee eens. Even kijken, hier heb je iron sword, Tim, hier. Gooi maar in de chest. Oh, oké. Okay. Dan doe ik even /set home. Nee, doe /set warp. Huis. Nee, gewoon, dit is mijn huis. Even kijken, dan hebben we genoeg voor een bed eventueel. Wacht, ik zal binnenkant was opgelicht. Hè. Wat zal ik doen, Tim? Zal ik wheat gaan farmen dan of zo? Een wheat farmpje maken? Ronald, kijk waar ik mee bezig ben. Je mag hem wel uitbreiden, maar... Ja, oké, hier moet wat dirt komen, hè, naast die melons, dat weet je. Ja. Ik had dat gewoon nog niet gedaan. Oké. Okay. Misschien. Nou, dan ga ik wel even alvast bezig daarmee. Hebben we nog dirt aan trouwens? Of is dat allemaal wel op? Ik heb nog 25 dirt. Oké, is goed. Dan maak ik nog even een schep. Kijk, daar hebben we genoeg kabel voor. Oh, wacht. Ik zal ook even sugar cane gaan verbouwen. Ja, dat is nice. Dat hebben we echt nodig voor de enchantment books, dus... Ja, daar moeten we wel snel mee komen. Want hoe sneller een enchantment, hoe beter. En trouwens, je moet niet het op... Sugarcane op het gras zetten. Dat moet echt op het zand. Dat is het snelst. Oké, ja, ik plaats het hier. Dus dit functioneert wel. Hey, een koe. Oh, Tim, zullen we dat gaan doen? Volgens mij hebben we nog bones. Zal ik dan met een cow farm of zo bezig gaan achter ons huis? Oh, dat vind ik prima. Dat we leather kunnen krijgen. Want leather hebben we heel hard nodig. Ja, leather hebben we nodig voor de Hebben we dan nog boots. Botten eigenlijk? Ik heb botten. 6. Oké, is goed. Hey, als jij de farm gaat uitbreiden, dan moet ik even dan zal ik alvast even bezig gaan met die pen, want dan hebben we dat heel erg hard nodig. Kijk, zo krijgen we echt shit klaar, joh. We zijn gewoon al echt super ver bezig.
Sneller dan Roblox met Minecraft. Ja, maar we zijn ook met z'n tweeën. We zijn ook met z'n tweeën. Dat is gewoon logisch. It's better together. En heb je dit huis gezien? Ja, het is zo OP. Er kan gewoon echt geen mob binnenkomen. Creepers die vinden het te mooi om op te blazen. En gewoon OP shit, ouwe. Ja, OP shit, ouwe. Homie. Homie G. Oké, goed. Nou, ik ga bezig met die cow farm. Yep, haal sowieso even twee. Dat is het beste namelijk. Yo, hoe wil je anders meer koeien krijgen? Eieren. Nee. Kippen. Ik weet niet waar jij met je hoofd bezig bent, maar koeien leggen geen eieren, Tim. Het is een fucking zoogdier. Ronald, ik ga het huis straks even wat mooier maken. Het huis is mooi, laat het. Het moet zo blijven, de hele bleef te lang. Nee. Ja, nee. Er komt één verandering aan. Oh, dat is? Nou, dat zul je zien. Ga ik het leuk vinden? Ja, heel erg. Nou, dan maak ik mij nu al zorgen. Nee, je gaat het gewoon leuk vinden. Nee. Wat nee? Dan haal ik dit zand maar weg. Kijk. Dan kunnen we in ieder geval graven, die strot op. Ik wil graven. Dan kunnen we in ieder geval graven die strot op zetten. Nou Tim, haal eens even wat vier dat ik met die koeien bezig kan. Want anders dan wat er helemaal niks vandaag. Kijk, het groeit al best wel snel. Die mensen zijn bijna klaar allemaal. Gewoon één weed is genoeg. Twee weeds zou mooi zijn, want dan kan ik ze ook al meteen eventjes laten. Dus even zien, zo. Er zit zand in de chest voor het geval. What the fuck, gast? Wauw. Leuk, hè? Even dat, kijken. Dat is mijn idee, gewoon van een leuk huis. Nou, in ieder geval. Heb je weed, twee weed, alsjeblieft. En ik kan er nog wel wat meer gaan maken. Cheers, goed. Het wordt alweer donker. Ja, wat donker. Ja. Dus we moeten snel bedden. Dan, ik wil sowieso even die pen afmaken trouwens. Oh fuck, ik heb niet genoeg fans natuurlijk. Want ik moet dat die pen, die voorpen moet ik ook nog maken. Kijk, daar heb je zeg maar dit voor nodig. Dus dan kom ik er nog één tekort. GG. Maar Tim, kom even slapen anders. We hebben nog geen bed. Zullen we dat cheat en daarna weer weghalen? Ik heb hier een bed hoor. Heb je er twee? Nee, maar... Jij slaapt erin. Ja, om de beurt gewoon. Hier, hup, slaap. Kan dat? Ja, dat kan. Doe wel de deur achter je dicht, alsjeblieft. Hè. Jee, kijk. Wow, dit heeft gewoon gewerkt, hè? Wat, ook met dag eentje. Maken? Ook met dag maken? Ja, ik kom naar buiten. Oh ja. Het werkt gewoon. Oh ja, ja dat is natuurlijk... Oh god, ja, dat is natuurlijk ook zo. Even zien. Nou. Hier is de pen, Tim, of hem? Nou moet ik die koe gaan halen. Kijk. Oh ja, ik heb nog... We zijn er twee, Tim! Twee koeien! Ja, ik kom eraan. Ik lok ze mee. Nee, één iemand moet het doen, want anders gaan ze helemaal spacen en alles. Oké, ja, hier ligt nog een wiet voor onderweg. Kom. Clara, Bessie, niet daarin donderen, alsjeblieft. Nee, het moet niet Clara en Bessie zijn, want het moet een mannetje en een vrouwtje zijn. Dus het moeten Clara en Theo zijn. Clara en Theo, what the fuck, oké. Okay. Of Bessie en Theo. Nou, ik breng er in ieder geval alvast één heen. Gaat makkelijker dan... Moet ik de andere meenemen? Ja, neem jij die andere maar mee. Maar wacht wel even tot ik hier weg ben, want... Je hebt die wiet. Oh, kijk, hier ligt die wiet. Wacht even, ik moet even deze meenemen. Dan moet je nog niet echt... Ik moet eerst deze in de pen hebben. Dus zwem jij hem alvast naar die andere toe. Ja, oké. Okay. Ja. Kom maar, Theo. Wil je ze nou echt namen gaan geven? Als we een name tag hebben, is dat heel erg leuk. Gaan we toch een name tag aan uitgeven? Goed, nou. We hebben veel gedaan vandaag. Echt serieus. We hebben dan een anvil nodig en... Ja, echt hè. Gaan we een fucking anvil maken alleen om twee koeien te nemen. Ja, dat wordt het niet. Dat wordt hem niet. We kunnen het wel een anvil maken voor gewoon enchantment books. Is Bessie er al in? Ja, Bessie zit er al, ja. Kom maar, Theo. Hier, Theo. Geef juist even een duw op skont. Kom op. Hier, gewoon toe. Dit moet jij even aan de kant, want dan douw ik hem wel even erin. Wacht, laat mij maar even. Ja. Oh. Oké, push hem. Wacht, jij moet even weg. Even gaat heen. Zo. Kom dan. Oké, kom. Follow me. Kutbeest. Hup, erin.
Hup. Hup. Oh, kijk, wat ze vlots. Dan moet ik even dit open doen. Hup, erin jij met je dikke reet. Zo, huppakee. Mosh. Oh, hup. Weet je wat ik ben vergeten? Ik ga even de optie... Babies! Van. They're making babies, Tim. Echt waar? Babykoe! Hoe noemen we de babykoe? Poephoofd. Poephoofd. Poephuis. Het is poephoofd of poephuis? Nou, laat ik maar eens even kijken. Zullen we wat glas gaan maken voor in het huis? Want dit ziet er wel erg strontachtig uit, vind je ook niet? Ja, als een hoop stront. En het is wel mooi, alleen van binnen is het een beetje, ja. Kijk, we hebben zand genoeg. Weet je waar ik eigenlijk benieuwd naar ben? Goeie melons wel in de... In de shit. Ja, dan dat duurt... Oh, kijk, eindelijk. Het is er eentje gegroeid, net als ik het erover heb. Misschien kun je cobblestone gaan mijnen, zo dan moet je er een hekje omheen zetten of zoiets. I don't know. En misschien kun je de weed farm wat gaan uitbreiden of iets. Ja, daar ben ik mee bezig nu. Wacht, zal ik even tree farm gaan aanleggen? Wacht, we hebben een heel groot bos naast ons. Wat denk ik? Skyblock meuk? Nee. Even zien. Ja, oké. Het is glas al klaar, maar lang niet. Jezus. En die cactus groeit ook maar van gereed. Even zien, zal ik nog wat dirt gaan mijnen dan, zodat we die farm kunnen uitbreiden of ik niet? Ik heb er nog 16. Dat is niet genoeg, Tim. We hebben heel veel nodig. Heel veel meuk. Ik ben nu al aan het uitbreiden. Heel veel doegt. Ik snap niet waarom je dat daar maakt en niet gewoon hier aan dit hier of zo is. Vond dit een mooie plek. Oké, is goed. Dan laten we eens. Brown shroom, Tim. We kunnen uiteindelijk mushroom farm. Wie? Dat deden we ook ik in het Ik vraag mij af. Kunnen mushrooms weer fatsoenlijk groeien? Of hebben ze dat, of was dat 1.7 dat ze dat weer hebben geïntroduceerd? I don't know. Ik heb... Ja, oh, nee, het is 1.7, want je kunt het niet meer zo plaatsen. Dus 1.7 meuk, denk ik. Verdorie. Anders had ik Polis de Boskabouter willen spelen. Het is Smurf. Oh, dat zou de Smurf zijn. Met jullie ook een paddenstoelen? Ja. Welkom in Smurfland. Begin er nou alsjeblieft niet over. Laat het, oké? Even zien. Wat maak jij nou weer dan? Ik probeer iets. Oh, ga je tuintje aanleggen. Jezus. My god. Heb jij niks beters te doen? Jawel. Ik merk echt het. Wel. Hier is maar durft. Maar ik heb geen leven. Nee, inderdaad. Nee, nou hier is de durft. Tim, durft. Oké. Pak de doet. Zo. Of je cactus zijn gerust. Omdat het nu gewoon nog kan. Oh, ik heb eerst wel weer water nodig. Beter maak ik even nog een bucket. Een stuk of 10. Kijk eens aan, Tim. Het wordt fancy smancy. Wie? Kijk, nu ga ik hier staan. Gewoon dat ga je buiten staan. Het is de wallen. Nee, toch? Oh, wacht, ik heb even een shirt nodig. Dan moet je er een badje bij zetten. Oh, hoe heet die? Ik wil even slash display en dan hoe heet die gozer met die naakte skin ook weer in de Hunger Games? Dat was waarschijnlijk geen gozer. Oh, ik wil even weten hoe die heet. Ik wil even weten hoe die heet. Dat weet ik toch ook niet, man. Die ga ik huilen. Nou, heel, heel goed. Ga maar lekker huilen. Kijk, is dit ook klaar? Tim, jouw hoofd moet weg. Nou. Sloop. Oké. Oké, de hoofden gaan weg. De hoofden moeten maar gewoon in het water. We gaan ze verdrinken. Zo, meer glas heb ik niet, dus dit moet voldoen. Wel een chestplate toevallig al? Ja, ik heb wel een chestplate, ja. Oh ja, ik bedoel diamonds, maar... Diamond chestplate, wat denk je? We hebben er nog maar een paar voor nodig. Maar denk jij dat we dat kunnen betalen in een diamond chestplate? What are you thinking, man? Oh, ik weet al hoe het kan. Doe je even Minecraft, Tim? Misschien heb ik nog meer diamonds gemined. Misschien. Heel misschien waren het er meer dan dat ik had gezegd. Nee, dat is, maar, is bullshit. Het is misschien, hoor. Het is maar misschien. Heel misschien. I don't think so. Kijk eens aan. Symmetrisch. Eens even zien. Waar moeten we meer doen vandaag? Heel misschien, hoor, Ronald. Echt heel misschien heb ik nog 4 diamonds over. Ik denk het eigenlijk niet, maar... We hebben 14. Heel misschien heb ik nog 4 diamonds in mijn inventory zitten. Heel misschien, hoor. Echt heel misschien. Kijk maar in de chest. Heel misschien, hoor.
little motherfucker. You little motherfucker. Nee, nee, nee. Kijk, nu staat Kip inventory aan. Heb jij serieus... Ja, anders zag ik het wel, denk ik, toch? Of niet? In de chat. Anders zag ik wel in de chat dat jij had gecheat, dus dit moet wel legit zijn. Dat is legit, Ronald. What the fuck? Oké. Wat moet er nog gebeuren? Moeten we de farm nog gaan uitbreiden? Ja, ik ga wel even kijken. Ik neem onderweg even wat water mee. Ik ben dood gegaan namelijk. Heel goed, heel goed. Spawn jij niet hier dan? Nee. What? Het is glitched. Zet gewoon slash home. Ronald, ik heb squids gezien. No. Ik zie squids. Ronald, ik wil ze opeten. Ik heb een heel leuk idee. Jij mag geen squid als ontbijt. Tim, ik heb een ho hier nodig. Ik wil een squid als ontbijt. Ik heb een ho nodig. Oh ja, ik heb er eentje. Je mag die van mij lenen. Heb je toevallig ook nog dirt nodig? Ja, nou, misschien wat, want nou ja, het is een beetje te hier. Hè. Dus hier heb je seeds trouwens, hier zo. Je hebt oh. Dus ga jij daar maar mee verder dan? Yep. En dan, ons huis was fancy, Tim. Ja. Dit lijkt ergens op. Ik kon ooit denken dat het zo mooi zou worden. Ja, dit lijkt gewoon ergens op. Even kijken. Wacht, er moet nog even meer inrichting bij komen. Beter bouw ik even ook een infinite water source hier zo, zodat ik die farm... Heb jij een wooden pickaxe of niet? Een wooden pickaxe, ja, die wil je zeker gebruiken om te koken. Kijk, die kaktussen gaan eindelijk groeien. Laat maar. Ik dacht wel, nou misschien kan ik iets fancy's doen, maar laat me zetten. Heb jij een item frame? Nee. Heb ik niet, toch? Oh. Dat hebben wij hier niet, hè. Oh. Bam. Goed. Dan ben ik weer vergeten water te halen. Jee. Maar ik denk dat weet hierbij gelaten, jongens. In de volgende aflevering ga ik bezig met een mushroom farm hier onder het huis. Juist fancy, hè? Ja. Heel goed. Maar goed, Tim, wil jij nog wat zeggen? Bedankt voor het kijken. Volg ons op Twitter. @ShadowGames23 en @SuperFinkFilm. Ja, oké. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Like, favorite, comment en subscribe of zoiets. Als je dit een leuke aflevering vond, laat gewoon even wat likes. Dat helpt echt fucking enorm. Abonneer ook nog even, dan krijg je de nieuwe video's automatisch in Shopbox. En op mijn Twitter zie je wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Dus dat zeg ik altijd standaard zo. En we hebben gluurder stem. Betsy, wat had ik nou gezegd? Jezus. Maar goed, bedankt voor het kijken. Je mag niet aan Ronald kijken terwijl hij staat te douchen. Gewoon stout cheater. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Slaat die koe ook echt gewoon. Nou, en dan zien wij jullie later. Dus ja, later mensen.